De terugkeer van een veroordeelde pedofiel naar de stad Eindhoven is volop in het nieuws. Burgemeester Rob van Gijzel lichtte dinsdagavond bij het actualiteitenprogramma Pauw en Witteman nog toe waarom hij de pedoseksueel een gebiedsverbod wilde opleggen, wat door de rechter niet werd gesteund. Van Gijzel wil meer bevoegdheden bij terugkeer van zedendelinquenten in de maatschappij en krijgt daarbij steun van minister Ernst Heers-Balin. Hoe denken mensen op straat over de kwestie? Ik vind het lastig. Het is een balans zoeken, denk ik, tussen enerzijds een campagne die gevoerd wordt, een hetze die gevoerd wordt. Iemand wordt toch vogelvrij verklaard. Anderzijds, die man heeft wel wat op zich geweten, wil zich niet aan de regels onderwerpen die in dit geval de gemeenschap eigenlijk in feite aan hem vraagt. Dus ik vind het wel een hele lastige. Ik ben er zelf niet helemaal over uit van hoe dat opgelost zou moeten worden. Ja, zelf als ik me indenk in de slachtoffers, dan denk ik dat de burgemeester het helemaal juist heeft. Nou, ik vind zo'n man die moet niet meer terugkomen in de wijk, maar die heeft wel zijn straf uitgezeten, dus je kan daar niet blijven navolgen. Het is een statement, het is ik vind dat Vergijzel wat probeert, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Of het terecht is, ja, dat kan ik echt niet beoordelen. Ik ken de man niet, ik weet niet waar die veroordeeld is, ik weet niet, ja, ik heb geen flauw idee. Nou ja, dat, op zich is dat natuurlijk wel goed. Maar ja, je kunt niet alle pedofielen uit de stad houden. Ik bedoel, dit is er eentje en er zullen er vast en zeker veel meer zijn waarvan we niks weten. Dus. U heeft zelf kinderen? Ik heb zelf twee dochters, ja. Gaat u ze nog inlichten, met hun erover spreken? Nee, absoluut niet. 6 en 1, dat gaat mooi aan hun voorbij en dat wil ik ook zo houden. U heeft zelf wel kinderen? Ja. Dus niet dat u er dan meer bij stilstaat? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb er geen enkel... Maar goed, ik woon ook niet in Eindhoven. Dat maakt misschien ook uit. Maar ik zou het ook niet hebben. Ik woon in Zon, dan zou ik het ook niet hebben. Zou ik me daar niet druk om maken. Valt wel mee. Als ik in de stad zou wonen misschien wel. Maar wij wonen in een dorp en dan is het toch allemaal anders, denk je. Dus dan... Het heeft geen invloed op mijn dagelijks leven, nee. Nee.